Er is steeds dat positief in het leven, maar we zijn tegen de shopping mall. Er zijn wel voor een aantal grote ontwikkelingen, ook met name op het gebied van shoppen. Denk eens aan al die ontwikkelingen in de wijken, aan het Eikenbos, aan Koningsoord, het Wagenplein, ontwikkeling van de Westermarkt, de uitbreiding van de Heijhoef, de herontwikkeling van het AB-plein als winkelgebied, de oude linten die we in impuls kunnen krijgen, en het Paletplein, en een spoorzone die we kunnen betrekken bij het centrum. Niet zo grootschalig als het mall aan de rand van de stad, maar dan ook in ieder geval goed bereikbaar, bijvoorbeeld met de transferen. Nou, al die plannen zijn meer arbeidsplaatsen vermoeid en heel veel miljoenen. Al die plannen staan op dit moment op de helling als er een shopping mall komt. Alle investeerders zullen hun keutel intrekken. Dan kunnen we de stad niet aandoen, dat is slecht voor Tilburg, dat is jarenlang stilstand. Komt bovenop dat de ontwikkelaar pas vanaf 2014 de eerste zaken gaat ontwikkelen rond de mal. Dat betekent dat de dreiging van de mal jarenlang boven de stad blijft hangen. En stilstand is wel dat is slecht getild. Dank u wel. En dames en heren, we maken ons op voor de laatste drie partijen. De grootste zetelaantal, één daarvan is de SP. Ik ben Veerle Slegers en ik ben fractievoorzitter van de SP. Hij kan.